Zo, ik was je bezig, man. Soms check ik 6 keer of mijn shirt goed zit voordat we naar een uitzending gaan. Mijn moeder is half Italiaans, half Duits, half Gronings en half Noorwegisch. Zie je nou toch? Die denk dat hij in 15 uur zit te blowen in die man. Zo is de eigen wereld. Kijk naar mijn people, hè? Ik vind het zo jammer. Wat? Ik weet dat ik daar niet omheen kan, maar... Jezus. Zo'n klein dingetje, ja, het valt wel op, ja. Benny, jij groeit ook niet meer zo hard, hè? Nou ja, dit is mijn wereld. Je bent een klein joffie dat nu kerstcadeaus aan het uitpakken is. Fantastisch. Doe nog even 1 keertje. Okay. Ja? Deze of nog een keer? Deze is nog een keer. Ik voel me net een kind van 12. Ja. Ik voel me net een kind van 12 dat kerstcadeaus aan het uitpakken. Godverdomme, wat is er dan? Mijn vinger ervoor. Ah, nog een keer. Ik voel me net een kind van 8 dat kerstcadeaus aan het uitpakken. Ah, kut, ik kan nog niet op rechts. Jezus, man! Ja, die hebben we dus niet. En nu? Wat schaamt mij? Is het echt zo? Heb je het niet? Natuurlijk wel! Wat zijn we? Horse, reddish, sword. Iets met een paard, iets met een paard. Daar waren we veel te van. Of doe je nou zijn laatste vriendin? Oké. Okay. Of een andere slachtoffer van de Italian Stallion. David Wijnen, Maroni, Lucatoni, Macaroni, Mascarponi. Ja, dit vinden alleen wij leuk, zo. Weet ik.